Ah, mooi. Hier is gezien is weer, uw favoriete president. En ja, jongens, we gaan alweer beginnen met de 7e aflevering van gezien is. Ik ben met mijn schoonmoe van de week naar de winkel geweest. Ik kreeg er vandaag geen bek. En ik voel het alweer aankomen, want ze was weer donderzagrijnig bij mij in de auto. En ik denk, ja, als hij niet praat in de auto, dan praat ik ook niet. Dan is het mooi rustig. Zo, op een gegeven moment komen wij een boerderij tegen. En mijn schoonmoe die zag een ezel, een geiten en een varken. En ze zegt tegen mij, oh, gezien is, kijk, er is familie van u. Ja, en ik snoef een beetje en ik kijk mijn schoonmoe aan. En ik zei tegen haar, ja, dat is allemaal familie van mij. Zo, zegt ze, geef me een keer gelijk. Ik zeg, ja, ik geef een keer gelijk, want het is allemaal wel aangetrouwde familie. Nou, Jan, die dikke zoere kop van mijn schoonmoe in de auto moeten zien. Ja, wat je geeft, kun je ook weer terug verwachten. En ja, jongens, trek maar eens in mijn lekker doppie los. Want we gaan beginnen met de 7e aflevering van gezien is. Hallo gezieners, waarom ligt een kip een ei? Als een kip goed met mij, dan giet hij kapot. Donders mooi van de kinderen. Gezieners, hey, kom naar de wc. Je is zo donders als Jurgen hier. Dat kind zit helemaal onder de strand. Hey, mooi volk. Ja, gezieners, ik wil even een vraag stellen. Nou. Jan van der Beek, politie aan de deur had. Wat is dat eigenlijk? Oh, jullie zoekt overal weer wat achter. Ik heb gewoon politie aan de deur gehad. De bellen gingen. Ja. Dus ja, dat doe je als verzoenlijk meester de deuren los. Ze zeggen, ben u meneer Trim? Ik zeg, ja, kom er maar in mee. Okay. Ik zeg wel een voetenveken, want ik heb vanmiddag de giertankers Konenburg. Dus ik heb een boot de strand op de afling. Ja. Oh, dat komt wel goed, zeggen ze. Nou, ik zeg, wat is het? Nou, we zoeken die. Ik zeg, nou, wie zoek je daar? We zoeken de veldplaster. Ik zeg, hoor, dan ben we eruit. Dat wil ik wat doen. Okay. Ik heb een vraag. Ja, we hebben gehoord dat uw vrouw autopech heeft gehad en dat de ANWB erbij is geweest. Hoe is dat eigenlijk opgelost? Oh, mijn vrouw die belde en ik zeg, ja, wat hij? Ja, ik kom hier eens in mee. Ik zeg, nou, ik kan niet zomaar naar haar toe komen, want ik ben ook aan het werk. Ja, zeg, je moet komen, want de auto redt niet. Ik zeg, hoezo de auto redt niet? Weet zeker dat de auto niet redt. Ze zegt, ik ben toch niet gek of weggezien, dus die auto redt niet. Ik zeg, Melania, ik leg het nog één keer uit, voor de allerlaatste keer. Als ik er niet bij ben, dan moet je in de auto links gaan zitten. Nou, nog meer vragen? Ja, doe maar. Ja, in België schenken ze geen drank meer met ijsblokjes. Gaat het hier ook gebeuren? Oh, dat gaat hier niet gebeuren. Ik kan jullie dat wel met zekerheid zeggen. Maar ik kreeg van de week een telefoon van koning Albert. En die zegt, gezien is, ik kan u geen drank meer geven waar ijsblokjes in zit. Ik zeg, wat is er nou, Albert, wat is er nou weer voor ons in daar? Hij zegt, ja, dat is niet anders. We kunnen geen drank meer geven met ijsblokjes erin. Ik zeg, praat nou eens in de maanden, hoe kan dat nou? Ja, zegt Albert, wat bent het recept kwijt? Ja, we hebben gehoord dat het met uw schoonmoeder niet al te goed gaat. Gaat het nu al wat beter, of niet? Oh, ze dwarft een beetje zo, maar dikke aanstellerij, jongens. Ja, maar ze kwam met een dikke reet. Ik hoop, zeg, dat kan. Wacht even. Ze kwam met een dikke reet zo de kamer binnen. Ja. En zegt, oh, gezinnes, ik geloof dat ik een beetje ziek ben. Ik geloof dat ik dood ga. Ik ga hartstikke dood, gezinnes. Oh, ik zeg, ah, joh, daar heb ik wel wat voor. Je moet een beetje helemaal invriemen. En van links naar rechts, met modder. En dan is er niks meer aan de hand. Nou. Ze pakt een modder achter en ze vrees zich helemaal in met de modder, joh. Ja, ja. Ze zeggen op een gegeven moment, gezien is dit helpt helemaal niet. Ik zeg, nee, dat helpt het niet, maar dan kun je mooi vast te wennen aan de grond. Yo, kalm aan. Hey, gezien is het wel leuk om een giertank schoon te maken? Oh, niks aan, ik heb de strand nog aan. Ah, dat ben je niet, gadverdamme. Ja, gezien is. Hoi, mooi. Mag ik nog een persje? Je hebt genoeg gehad, ik moet nog presenteren. Ja, camera loopt. Goeiedag, ik ben Bert Bokworst en we gaan kijken naar de stemmetelling tussen gezien is en Jan Brieten. Dus ja, we gaan even kijken wie de meeste stemmen natuurlijk heeft. En we gaan even voorstellen aan de volgende kandidaten. Nou ja, die zijn eigenlijk al bekend, dus kom maar op met de jingle. Onze eerste kandidaat is Mr. Drenthe, gezien is Trim. En de tweede kandidaat, Jan Bieten. Nou, voor de eerste vraag aan Jan Bieten is, fijn dat je er bent. En stel je eens een beetje voor. Ik ben Geert de Palingroker. Nee, stop maar, je bent Jan Bieten. Dat kan ook wel. Ja, jongens, ik haak even mee, jongens, want dit kan natuurlijk niet. Een president doet minimaal zijn naam te weten. En mijn naam is gezien is Trim, zodat jullie dat ook goed hoort. En Jan Bieten, die is zo de man, die weet zijn eigen naam niet. En ik kan er wel nog meer verhalen over vertellen. Dat zijn vrouw, die heeft eens een keer verteld aan een nichten van mij, dat ze wakker wordt en dat hij in de onderbroek naast hem stunt. En
En die vrouwen zeggen, waarom sta je in onderbroek naast me en waarom heb je de portemonnee in de hand? Toen heeft Jan Pieten tegen die vrouwen gezegd, ik weet niet dat jij mijn vrouwen bent of waar ik moet betalen. Nou, gezien, dat is niet helemaal netjes wat je natuurlijk zegt. Jan Pieten, is dat waar? Of... Ja, dat doet Jan Pieten toch helemaal niet de vraag. Je weet bij Jan Pieten niet dat je bij de kont of bij de kop hebt. En hij werd naar de vraag, wat denk je dan als je met 50 euro... Ja, even Jan Pieten, kom. Ik stond voor mijn vrouwen en ik had 50 euro in de hand. En ik moest door de wc en wc-papier. Is op. En ja, ik moet toch met wat mijn kont afheken. En ja, voor de rest kan ik mij niet zoveel meer herinneren van die avond. Dat kan ik jullie wel zeggen. Ja, nou, dat geeft toch niet. Het is een plausibel verhaal. We gaan kijken wie heeft de meeste stemmen. Ik weet zeker, ik ben ervan overtuigd dat ik de meeste stemmen heb. Want ja, ik ben hartstikke goed in president worden. En gezien is dat natuurlijk niet. Ik heb veel meer fans dan gezien is, dat kan ik ook meteen wel vertellen. Want ik heb donders veel fans. Ja, fans in ook de broek. In Friesland heb ik een bulte fans zitten. En in Groningen heb ik er ook twee zitten. En in Drenthe heb ik ook wel een paar fans. Dus ja, ik word een betere president dan gezien is ooit zo weten. En dat kan ik ook wel nou ook wel vertellen. En ja, wat ik eigenlijk nou wil vertellen, dat ik niet meer weet wat ik jullie eigenlijk wil vertellen, maar ik praat er gewoon door. Want dit is ja, dat kreeg je niks meer weer. Hè? Je raadt het alleen maar op mijn deur. Gezien is het niet. Poorfans, je is niet helemaal lekker. Je hebt maar één fan. Geesie uit Pikveld, en dat is zo'n ex-vriendin. Dat is de enige fan waar hij nog hebt. En voor de rest heb je helemaal niks. Want zij heeft zelf nog een filmpje afroepen maken. Een promotiefilmpje. En dat heb ik op en wat is dat promotie? Ja, dan gaan we. Dan gaan we gewoon niet meer kijken. Maar dan kun je precies zien. We gaan dan. Ja, maar dan moeten we even kijken naar het filmpje. Nou ja, goed, we zetten hem er even in. Bieten, jongen, bieten, bieten, dikke bak met bieten. Ja, jongens, we houden ermee op, want nu hebben ze zich ook al in de broeken gedreven. Jongens, ik kan maar één ding zeggen: gezien is en blijft gewoon president van Drenthe. En ja, jongens, en daar is het gewoon mee klaar. Ik heb de darm gehad. Dus ja, jongens, even hier een pamper hier in de zaal. Jongens, ik heb een pamper in de foto. Ik ben een pamper. Ik ben een pamper. Op aan de dritten, verrek varken. Hij bent, stinkt hier als een gek, maar ben gaar gedaan met school. Hoor maar. Ja, nou, dit was weer het programma tussen gezien de trip van Jan Bieten. We zijn er weer niet uitgekomen, dus kijk volgende week weer. Het is weer echt weer een waardeloos programma eigenlijk. Nou jongens, jullie kunt weer vragen stellen. Maar ja, het zullen weer donders en neuzelen vragen winnen. Ja, ik heb even een vraag uit de onbekende bronnen wat ik hier heb. En dat is uw schoonmoeder. Die zegt iedere keer dat u bij het urineren over de bril heen plast. Kunt u dat bevestigen of heeft u problemen met urineren? Ja, ze moet niet zo zeuren, want ik heb wel eens over bril in de pest. Maar ja, goed, dat... Maar gezien is u weet toch ook wel dat het heel erg onhygiënisch is als u over de bril heen plast als u nodig moet? Ja, dat weet ik ook wel. Maar ja, goed, we hebben dat opgelost. Ja. En ik snap er niet dat jullie daar nog steeds over dus hebben. Niet meer plassen. Want mijn schoonmoe heeft... ik pest er niet meer over de bril heen. Oké, nou ja, goed, gelukkig. Want ze heeft contactlenzen. Volgende vragen. Ja, gezien is even iets persoonlijks. Ja, over mezelf eigenlijk. Ik ga binnenkort scheiden en ja, dat doet heel veel pijn, maar ik wil toch even weten waar kan ik goedkoop scheiden. Waar je goedkoop kunt scheiden, ja, dat kan ik ook zo eens zeggen. De goedkoopste scheiding is bij de kapper. Nou, daar hebben we wat aan gezien. Dus dat is... Ja, daar moet ik gewoon mee doen. Ja, ik bedoel, dat is een kapperzaak. Heeft u nog meer... Ja, jongens, ik moet die onheuselen vragen van jullie beantwoorden. Wat vindt u eigenlijk niet grappig gezien? Dus, u heeft nog wat papieren daar op uw broer? Ja. Zemking. Ja, wat niet grappig is, dat is een kampeerwinkel die de tenten met sluiten. Ja. Hé, hey, joh. Ja, dat is wel een goeie. Ik heb trouwens nog een raadsel. Ja, doe maar. Ja, nou, daar komt mijn raadsel. Ze leven bij elkaar. Het zit in een boom en het is zwart wit gevlekt. Dus rara gezien is, wat is dat? Ik weet zelf het niet, dus daarom vraag ik het even. Het zit in een boom, zwart wit gevlekt en ze zitten allemaal bij elkaar. Nou, dat bent weer onneuzelen, vrouw. Het is een onneuzelen raadsel. Dus ik zal u ook mijn team maar in mijn antwoord geven. Het is een... zwart wit gevlekt, het zit bij elkaar in een boom. Dat is een tros met koeien. Jongens, doe kalm aan. Tot de volgende keer.
Mooi. Ja, dat was allemaal weer de zevende aflevering van Gezienes. Dat schiet weer dondersnel natuurlijk, jongens. Hè? Maar wees niet getreurd, we komen snel weer met andere afleverings. En dat wordt donders ook weer donders mooi. Gloedens mooi, zegt ze hier ook wel eens. Maar voordat wij de uitzending gaan verlaten, hebben wij een vraag gekregen van Tjeerd. En Tjeerd die komt uit Assen en die zegt, elke keer dat ik met mijn vriendin uit eten ga, dat is altijd moeilijk, want mijn vriendin dat is een moeilijke eter, schrijf hij. Ze is veganist, ze vreet glutenvrij en ze is lactose intolerant. En Tjeerd die zegt, wat kan ik het beste gewoon bestellen als ik met haar uit eten ga? Nou Tjeerd, ik kan u wel vertellen wat je het beste kunt bestellen als je met haar gaat eten. En dat is het beste wat je kunt bestellen als je met haar aan het eten gaat. Dat is een taxi regelrecht naar huis. Nou, dat was hem weer jongens. De zevende aflevering van Gezienes. Kijk volgende week in weer. En wij trouwens in wat meer van Gezienes weten. Dan zetten we beneden in het filmpje een linkje van de jongens van Lomp. En dan kun je ook nog mee luisteren in de podcast. Jongens, doe allemaal kalm aan. En pas een beetje op uzelf. Want ik ben stront in van het hele corona gedonder. Wij zijn er snel weer en dan kun je weer lachen. Ik zou zeggen, jongens, veel heilige zegen. En doe kalm aan. Ik ga weg. Yo.